Gisteren heeft Go Ahead Eagles zich niet weten te plaatsen voor de finale van de KNVB-beker. Bezoeker Ajax was met een overwinning van 0-6 te sterk voor de Eagles. De supporters verzamelden zich 's avonds op de Brink en liepen in een optocht richting het stadion. Er werden met vlaggen en fakkels gezwaaid en met leuzen met de buurt wakker geschud. De eerste goal werd gemaakt door oud-Go Ahead Eagles-speler Damien de Zeeuw in de 11e minuut. Daarna werd de score verdubbeld door spits Marco Pantelic in de 38e minuut. De score bleef 0-2 voor de rust. Na de rust daarentegen maakte Ajax 3 doelpunten in 3 minuten door Siem de Jong, Christian Eriksen en Dennis Rommedaal en verhoogde de stand daarmee naar 0-5. In de 85e minuut scoorde Nicolas Lodero nog de 0-6 door een vrije trap erin te schieten. Het grootste probleem vandaag vond ik, zeker in de eerste helft, dat op het moment dat wij de bal hadden, de pressie van Ajax, we verloren hem veel te snel. Ik denk dat 4 doelpunten van Ajax vallen uit het moment dat wij zelf de bal hebben. We verliezen hem en binnen 4-5 seconden ligt hij in het netje bij ons. Dus ik denk dat dat het grootste probleem was vandaag. 6-0 is eigenlijk een dikke uitslag, maar ik ben blij dat we eigenlijk al zo ver zijn gekomen. We hebben Heracles uitgeschakeld, NAC uitgeschakeld en dan kom je tegen Ajax. Is toch denk ik een maatje of 2 te groot voor ons. De teleurstellende uitslag, dat wel. We deden het wel goed voor de 2-3-0. Deden het goed. Heb je nog een beetje meegekregen ook van de sfeer hier in Deventer zelf vandaag, de hele dag? Ja, ik hoorde wel dat ze in de stad waren. Al in de middag al. Dus het leeft wel natuurlijk. Jammer dat we nu uitgeschakeld zijn, maar ik denk dat de mensen van genoten hebben nu. Iedereen leefde naar de wedstrijd toe. Het was ook al druk hier in de omgeving, in de stad. Dus dat was wel te merken. Geen finale plek voor de Eagles in de wedstrijd om de KNVB-beker. Ajax speelt 25 april tegen Feyenoord. Met de na-competitie in het zicht spelen de Eagles eerst aankomende zondag tegen Emmen. Binnenkort is het weer Pasen. Verschillende basisschoolleerlingen maken pompasenstokken en lopen een optocht. Zo ook op basisschool De Vlieger. Hier gingen vanmorgen groep 1 tot en met 4 op weg naar winkelcentrum De Flora. Met het versieren van de stokken waren ze thuis al begonnen. Nou, ze nemen zelf de stokken mee van huis. Dus die maken ze thuis helemaal. En op school gaan we creppapier eromheen doen. En het broodeentje erop. En dan rijgen we ook nog chips aan een dropveter. En de kuikentjes er nog op. En eitjes erop. Voor basisschool De Vlieger was deze optocht een jubileum. Voor de 25e keer liepen kinderen trots met hun versierde pompaastokken. Ondanks de stortbuien van vandaag kon de optocht gewoon doorgaan. We zaten net ook te twijfelen of we gingen in verband met de regen. Dus vonden ze erg jammer, maar we konden terug gaan. Dus we waren heel erg blij om. Ze vinden het elk jaar weer leuk. Wat spannend. Naast de optocht houdt de school nog een paaslunch en doen ze mee aan de landelijke vastenactie. Hier doen de kinderen van groep 1 tot en met 8 aan mee. Het thema is samen delen. De leerlingen maken kennis met het leven in Malawi en krijgen een bouwpakket mee naar huis waar ze een spaardoosje van maken. Het is de bedoeling dat ze hiermee langs deuren gaan en geld inzamelen voor de vaste actie. De paasoptocht van vanmorgen was volgens de juf een groot succes. Van paasstokken worden steeds groter elk jaar. En dan zie je een heel klein kleutertje met een enorme paasstok lopen. Erg zwaar. Maar ze vinden het altijd heel leuk. En dat vonden de leerlingen zelf ook. Vind je de optocht leuk? Ja. Heb je het wel vaker gedaan? Ja. Wat vind je het mooiste aan je stok? Chipjes. Vind je het leuk? Ja. Wat betekent Pasen? Dat je met een paasstok gaat lopen en zo. Wat vind je het mooiste aan je stok? Nou, de slinger. Wat is Pasen? Dat ze Pasen een ei geeft. Het is bijna weer zover. Het zomergevoel komt weer terug. Donderdag was het zomerse beeld terug in Deventer. Mensen zaten lekker in het park, de terrasjes waren gevuld met mensen en er werd volop met de neus in de zon gezeten. Nou, het zonnetje schijnt weer, wat vinden jullie ervan? Nou, echt super, ja, heerlijk weer. Top, ja, helemaal weer het lentegevoel komt weer lekker terug. Dus. Jullie hebben een middagje vrij en dan denk je, ik ga een terrasje pakken? We komen eigenlijk uit Haarlem en uit Utrecht. Dus en we hebben hier gewoond een tijdje. En een studie gevolgd. Dus we dachten, we gaan weer even lekker een dagje terug. Hebben jullie nog plannen om dingen te doen in Deventer vandaag? Nou, shoppen en Vlaanderen lekker uit eten. Dus dat is helemaal top. Wat vindt u ervan? Het zonnetje schijnt. Nou, dat is toch voortreffelijk.
Daar hebben we de hele winter op zitten wachten, op het zonnetje. Heeft u lekker de middag vrij en denkt u, ik ga lekker de stad in? Nou ja, ik ben helemaal vrij. Hè. Ik ben met pensioen. En dan kan ik ervan genieten nog eventjes, die paar dagen. Wat doet u zoal om van het weer te genieten? Nou ja, een beetje rondfietsen. Hier en daar een praatje maken. Ja, dan komen we de dag wel door hoor. Het weer was zo lekker dat ook de basisscholen er gebruik van hebben gemaakt. Er zijn van allerlei activiteiten georganiseerd, zodat ze lekker buiten konden lopen. Wat vind jij van het lekkere weer? Dat vind ik wel leuk. Ga je nog wat leuks doen? Heeft iemand nog plannen om wat leuks te doen? Ik ga vanmiddag nog naar het speelgoedmuseum. Waar ga je heen? Het speelgoedmuseum. Hallo. Jullie allemaal? Nee, wij zijn al geweest. Ja. Wat vond je ervan? Wij gaan zo meteen speurtocht door de stad. Oké. Nou, mooi. We gaan een uur winkelen. Ja? Ja. Wat ga je allemaal kopen? Drie kwartier. Ja, kleding. Ga je al een beetje zomerkleren kopen? Nee, niet. Zie wel. Wat vind je ervan? Ja, lekker weer. Zon schijnt. Lekker. Wat ga je dan allemaal doen? Ik ben nu goed op een boot. Ja. Ga je binnenkort nog zwemmen of zo? Ja. Heb je er al een beetje zin in? Ja. En waar heb je zin in om wat te doen? Wat lijkt je het leukst nu? Gewoon zwemmen. Ja. En wat lijkt jou het leukst om te doen? Zwemmen en winkelen. Op het vogeleiland genoten ook de dieren van het mooie weer. Er werd zelfs voor verkoeling gezocht in het water en in de schaduw. Nu de zomer eraan komt, wordt ook weer de nachttrein ingezet. Van 5 juli tot en met 21 augustus gaat deze 6 keer in de week rijden op het traject Enschede-Schiphol. Vandaag was er niks meer van het zomerse weer te merken. Mensen liepen met een paraplu in de hand en de regenjassen aan. Komend weekend wordt er veel regen verwacht en ligt de temperatuur rond de 10 graden. Het is nog even wachten dus, voordat er weer volop genoten kan worden van de zon. Heeft u tips, foto's, video's? Laat het ons weten via redactie@deventertelevisie.nl.